De, de kwestie De Mos uh, in Den Haag, daar wordt ook nog naar gevraagd wat je daarvan vindt. De Mos, is die veroordeeld of niet? Nee, maar het OM gaat nou deze week beginnen. En het schijnt, ze schijnen heel stevig bewijzen te hebben. Hij zou volgens mij zes minuten nadat hij een overleg had gehad met de gemeente, alweer doorgestuurd hebben naar bevriende ondernemers. Met de vraag: beste heren, wat vinden jullie hiervan? Ja. In, de, in de allereerste plaats vind ik dat, dat, dat ze het OM wel erg, erg lang getreuzeld is heeft om. Om de moster te, te vervolgen. Maar ze hebben grondig onderzoek Want dit speelt toch al, oh, weet ik hoe lang. Ze hadden ik, tijd nodig voor het onderzoek. We hadden dat ook met die van Rij in, in Roermond. Dat, dat, sorry, OM, en zou me heel verdienstelijk. Maar god, beter het nog een toe. U kunt die zaken niet jarenlang laten slepen. Ook omdat als tenslotte de de vrijspraak zou volgen. wat voor reden dan ook. Dan, dan is zo'n man jarenlang onder, onder verdacht geweest. Ik, ik vind dat. Dus ook in het geval van den Bos, voor zover ik het me herinner, heeft dat wel erg lang geduurd. Is die schuldig? Dat zou mij niet verbazen, had ik het zo zeggen. Maar dat is puur gebaseerd op, op vage veronderstellingen, mijnerzijds. Maar ik vind nogmaals, als de vervolging wordt ingesteld, maak er dan ook zo snel mogelijk werk van. Je kunt het niet die verrij, hoe lang hebben ze die laten bungelen? Weet ik hoe lang. Terwijl ik daar verder geen enkele sympathie voor heb. Maar dat hoort simpelweg. Niet het geval. Dus he, je vindt ze moeten achter de schermen het onderzoek doen en als je al het harde bewijs hebt, kom ja. dan naar buiten toe. Of als je, het hoeft niet per se achter de schermen te zijn, dan maak er meteen werk van. Hmm. Maar ja. je kunt niet iemand twee jaar laten bungelen, daar vind ik dat er niet kan. Ja. Er zijn allemaal hoogleraren die hebben dus uh, het bewijs wat OM schijnt te hebben uh, bestudeerd. En daarvan zeggen ze, dit is wel stevig bewijs, die, de MOS heeft een uh, probleem. Dat zou best kunnen, ik hoor het graag.